Yo, wat up kijkers van Gonzi Games, welkom bij een nieuwe D&D Survival. Ik ben, ik ben vandaag even alleen, helemaal in mijn eentje, ja. Is ook wel een keer lekker rustig, maakt helemaal niks uit. Ik ben vandaag in de nieuwe stal bezig. Dat hadden jullie in de vorige deel al gezien, dat ik een gedeelte van de framer zo al had gemaakt. En nou heb ik juist, ben ik juist bezig geweest met wat stenen zo toe te voegen. Ben gedeelte met het dak al bezig geweest. Ik heb wat koeien er neergezet, zo. What the fuck, dat is vreemd. 2 seconden geleden was dit nog een klein koetje, een kalfje dus. En ja, nou ja, het zal wel boeien. Maar ik wil vandaag even verder met het dak sowieso. Dat is 1 ding. En voor de rest wil ik... ja, wat ga ik voor de rest in doen? Goeie vraag. Ja, voor de rest weet ik nog niet wat ik vandaag doe. Komt wel goed. Ik ga sowieso hout hakken. Dat is 1 ding, wat zeker is. Even kijken. Ik heb spoelgoed nodig. Dus we gaan even een boompje hakken. Die hoge ding maar weghakken. Gok ik op deze. Die is wel aardig hoog. Ah, what the fuck, boeien. Nee, ik ben vandaag, tenminste deze uitzending, ben ik... Ach, uitzending, waarom zeg ik altijd uitzending? Deze aflevering ben ik vandaag alleen. Want ja, het is al een beetje laat. Ik denk dat de meesten al op bed liggen en zo. Er zijn nog een paar mensen online zoals jullie zien. Nou ja, de standaard rule natuurlijk. Dat is een van de mods, dat is een van de diehards. En ja, dat zal allemaal wel... ja, hoe zou het zeggen? Goed komen. Maar nee, ik wil vandaag eens weer met de stal verder. Want ja, de dieren die spawnen altijd heel vreemd. Het is gewoon een bug in de server. Is al gemeld natuurlijk. Hopen dat ze er wat aan doen. Want het is een beetje irritant dat je heel veel dieren hebt en ze zijn in een voetzie. En ze worden niet gekild. Dat is een beetje vreemd namelijk. En dat is niet de bedoeling. Dus ik denk van wat. Oh fuck, ik doe het gelijk al verkeerd. Hatsi. Zo, dan haken we die even weg. Anders kunnen we natuurlijk niet omhoog komen. Ja, ik kan natuurlijk wel een deurtower omhoog bouwen om deze boom om te hakken. Maar ja, die deurtower moet je natuurlijk weer weghalen. En daar heb ik geen zin in. Ik denk zoiets van, ik doe het wel zo. Net zo makkelijk natuurlijk. Zo, lekker een boompje hakken. Nee, dit is volgens mij deel 15, dacht ik alweer, van de survival race. Dus ja, ik zie hoe jullie de video's liken. Hoe leuk het jullie vinden deze serie. Dat is helemaal tof natuurlijk. Hoe meer likes natuurlijk, hoe toffer ik het vind. Nee, ja, likes. Ik vind het ook een keer leuk dat jullie een keer comments eronder zetten. Van wat jullie eigenlijk nou van deze serie vinden. Of wat er nog meer moet gebeuren. Of ja, zitten jullie toevallig op de DHD server, zeg maar, wie hier naartoe kijken. Dat jullie zeggen van, hey, Consalio, oftewel, Laurens. Kom eens een keer langs. Gezellig. Laat ik je dorp even zien of je huis. Of wat de fuck je ook gemaakt hebt. Maakt helemaal niks uit. Ik kom een keer gezellig langs. Ik invite je voor in een Skype gesprek en je kan meedoen met een uitzending. Waarom zeg ik nou altijd uitzending, man? Het is toch geen radio, what the fuck? Met deze video, dat is het. Ja, dat is beter. Mooi, oké. Okay. Dan praat ik in mezelf. Niet goed. Nee, weet ik. Oké, okay. Nee. Ik ben ook even bezig geweest met FIFA 14. Ja, dat is ineens iets heel anders. Maar ik ben ook even bezig geweest met FIFA 14. Ben ik een compilatie aan het vermaken. Dus, kom binnenkort op de lijn. Ik denk volgende week ergens. Want ik... Oh, shit. Bijna dood. Nou ja, bijna. Bijna, nog zoveel hatjes, dus dat is ook bullshit, maar ja. Jullie weten hoop ik wel wat ik moet doen. Dus dat maakt op zich niks uit. Nee, maar daar ben ik mee bezig geweest, daar ga ik aan beginnen. Ik zit ook nog te denken om binnenkort als keer met een andere serie te beginnen, weet je wel. Ik had sowieso jullie beloofd dat ik binnenkort. Damn, ik word echt wat aan mijn spraakgeblek soms doen, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik zou sowieso binnenkort wou ik beginnen met Halo. Halo 4. Ja, ik weet niet of dat jullie top lijkt dat ik daarmee ga beginnen ofzo. Laat even achter in reacties. Of dat jullie zeggen van, nou, doe even een andere game ofzo. Maakt helemaal niks uit. Ik moet het ook wel een game zijn die ik zelf leuk vind. Want anders is er ook niks aan. Maar het komt niet vaak voor dat de games zijn wat ik niet leuk vind. Dus ik ga binnenkort ook even denken met Rico. Dat wordt een, die gaat binnenkort ook uploaden op mijn kanaal. Wat voor series, dat moeten we nog even spreken. Maar we gaan sowieso samen een keer Hearthstone spelen. Ook een toffe game trouwens via Blizzard. Is dat geloof ik Blizzard is nog steeds, dacht ik? Ja, volgens mij wel. Toffe game. Het is van de makers van World of Warcraft eigenlijk. Ik heb vroeger ook altijd plat gespeeld. En dat vond ik vroeger altijd heel leuk om te doen. Maar ja, met een duur betaal je er op laatst te veel voor. En dan heb je er gewoon geen zin meer in. Weet je wel. Je betaalt op laatst 30 euro voor 2-3 maanden of zo. En dan ga ik zoiets van ja, nee. Geen zin meer in. Kijk, als je nog veel geld verdient, dan ga ik zeggen van ja, dan ga ik het misschien nog wel gedaan. Maar ik werd op laatst ook gehackt en ik had op laatst was ik alles kwijt en dan had ik, echt zoiets van, what the fuck man, ik heb gewoon echt helemaal geen zin meer in. Dus ja.
Ik heb spoerwoord nodig, dan gaan we hier omhoog. Ik laat jullie trouwens een beetje zien hoe het al een beetje eruit ziet. Ik heb het is gewoon de stoombreaks. Ik doe hier geen glas in. Nee, kom op man, het is een stal. Mooi voor die vensters als ramen, zeg maar. Wat ik eruit lucht, dan hangt hier zo'n mestboel. Hier komen de koeien. Wat ik hier precies ga maken, ja, wat ik in het vorige deel zei, dat ik hier waarschijnlijk iets voor de paarden ga maken. Maar daar ga ik waarschijnlijk gewoon een nieuwe stal voor maken. Moet ik even kijken hoe ik het ga doen. Dat ik hier wat anders in zet. Misschien dat ik hier wat kippetjes of zo in zet. En wat varkentjes. Ik ga nog even kijken hoe ik het ga doen. Maar sowieso, dit is de koeienverblijf. Heb ik weed bij me? Ik heb geen weed bij me. Dan moet ik dat na de aflevering maar even doen. Hij is even fucken met die hap. Ja, letter kan je altijd gebruiken. Hetzelfde handig voor item frames of voor armor of ja, noem maar op. Maar kan je niet voor gebruiken. Ja. Inderdaad. Mooi. Zoals je ziet, ik heb het gedeelte van het dak al gedaan. Maar we gaan nou even verder met de volgende laag. Ja, dat gaan we even doen. Zeker. Ja. Ik denk zoiets van, ja, jongens, de survival. Survival is niet alleen bouwen, weet je wel. Het is ook gewoon de resources halen. Het is ook een beetje lullen. Ja, lullen. Hangt ervan natuurlijk, als je het niet opneemt, dan kan je natuurlijk in jezelf gaan praten. Maar ja, dat lijkt me ook niet prettig. Dus ik had zoiets van, ik ga vandaag voor jullie gezellig met de stal verder. Moet ook allemaal gebeuren. Ja, ik heb een beetje last van mijn stem. Hoe, weet ik eigenlijk zelf ook niet. Maar ja, het legt misschien een beetje aan de weer. Want ja, van koud weer naar warm weer kan soms aan liggen. Maar ja, ik praat de laatste tijd heel veel op Skype, zo met allemaal mensen. Dus dat kan toch al liggen dat ik mijn stem een beetje verloren ben. Maar dat maakt niet uit. Ik ga lekker verder. Lekker. Op deze mooie donkere dag. Oh, wacht eens even. Wacht eens even. Jongens, wacht. Wauw. Is dit niet mooi? De kijkers samen met mij, zonsopgang. Wauw. Ja, maar mooi. Verder, we gaan weer aan het werken. Working day and night. Zo, kijk eens. Ik ga binnenkort over een maandje waarschijnlijk. Ik weet nog niet zeker dat ik het ga doen. Komt er een soort serie op. Wat ik tijdelijk eigenlijk heb gedaan buiten de DHD Survival. Dus ook heeft met Minecraft te maken. Maar misschien dat jullie dat binnenkort ook wel tof gaan vinden. Sommigen weten wel denk ik waar ik het over heb. Maar ja, dat zeggen we nog verder niks over. Dat komt pas, dat krijgen jullie dan wel te horen. Dat komt allemaal wel goed. En ik ga binnenkort van alles doen eigenlijk. Ik heb allemaal ideeën. Ik zit ook te denken om binnenkort eens een livestreamje te doen. Ziet of het lukt met mijn internet. Dat zal vast wel goed wel komen. Dat zal het probleem niet zijn. Maar we gaan kijken. Even kijken. Dan maken we dit even dicht. Zo. Oké, ja, er zitten allemaal verschillende dingen te denken. Wat voor games er zo ook nog gaan halen. Wat voor games spelen jullie vooral? Kijk, ik zeg zelf gelijk al. Ik ben niet zo'n shooter game eigenlijk. Ik ben niet zoiets van Call of Duty. Battlefield heb ik wel veel gespeeld. Vind ik ook een toffe game. Misschien heb ik binnenkort Battlefield 4 een keer gaan halen. Even kijken, maar zoals Call of Duty speelt niet. Ik ben meer echt van adventure type, zoals de Fable reeks. Ja, misschien lijkt het jullie ook een keer tof dat jullie zeggen van, hey, Laurens, ga een keer Fable 3 spelen. Die heb ik ook. Echt een, een roleplaying game. Is ook echt, ik vind het op zich, ik ben echt verslaafd aan de Fable reeks. Ik heb 1 heb ik eventjes gespeeld. 2 heb ik uitgespeeld, 3 heb ik uitgespeeld. Het zijn gewoon een toffe reeks. Als jullie niet weten wat Fable is, google het even. Er staat van alles op. Maar ja, dat lijkt me ook wel tof misschien daar een serie van te maken. En daar kan je op zich, ja, je kan er twee keer kan je eigen storyline spelen, om zo te zeggen. Een good side en een bad side, dus ja. Ik weet niet, het lijkt me tof om dat te doen. Hoe lijkt jullie dat? Ik wil graag wat feedback, mensen. Kom op, wat willen jullie wat ik doe? Wat vinden jullie tof? Wat zijn jullie favoriete games bijvoorbeeld? Zijn jullie meer fans van FIFA? Of spelen jullie liever Call of Duty? Of ja, Minecraft? Kijk, Minecraft is een standaard game wat iedereen bijna wel speelt. Ik denk dat 90% denk ik, iedereen van mijn abonnees dat die wel Minecraft spelen. Dus dat zou het in ieder geval niet zijn. Ja, voor de rest, wat zou ik zeggen? Ja, wat voor games spelen jullie? Of zeggen jullie van, ik ben echt een PC gamer of ik ben echt console gamer. Ik denk dat de meeste kijkers van mij een PlayStation hebben. Ik heb zelf een Xbox. Ik zit nog te twijfelen wat ik straks ga halen, wat de PlayStation 4 of wat de Xbox One. Ik twijfel een beetje, heel veel in mijn omgeving halen tenminste tegenwoordig de PlayStation 4. Dus ja, daar kan je niet achter halen. Maar ja, de Xbox heeft gewoon exclusive games waar ik zelf heel fan van ben. Zoals de Halo, zeg maar, wat ik al zei. Die komt alleen maar daarop uit. Ja, ik zit toch een beetje te twijfelen, mensen. Ik heb zoiets van, what the fuck, ja, PlayStation. Ik heb, voordat ik de Xbox 360 kreeg, had ik ook een PlayStation 2. Daarvoor had ik een PlayStation 1. Dus PlayStation is niet nieuw voor mij.
Ik vond het altijd tof. Ik vind het qua netwerk is het goed. Ja, er is niet veel dingen dat ik zeg van ja. Zie je, sinds de verschil een beetje tussen de PlayStation 3 en de PlayStation 3 en PlayStation 4. De verschil een beetje tussen PlayStation 3 en de Xbox 360 was dat je Xbox was meer commercieel. Dat was meer echt richting de multiplayer-achtig. En dan denken mensen, ja, maar PlayStation had ook multiplayer. Ja, maar niet helemaal. Kijk, Xbox was ook meer, ja, het begint nou meer een entertainment box te worden. Vind ik best jammer. Xbox kon je bijvoorbeeld party modes, had je exclusive contents. Ja, Halo reeks. Je hebt bepaalde games wat er al in moet uitkomen. Ja, natuurlijk heb je PlayStation ook wel bepaalde games. Wat ik jammer vind, wat ik nog niet gespeeld heb, bijvoorbeeld is God of War 3. Dat was echt een top game op PlayStation. Puzzle game, slash game. Ja, ik vond echt, dat vond ik in ieder geval altijd een toffe game om te spelen. Ik weet niet wat jullie ervan vonden. Hoe vonden jullie eigenlijk altijd God of War? Of tenminste, hebben jullie dat gespeeld? Laat eens even weten. Ik ben altijd nieuwsgierig naar jullie mening. En ja, why not? Even kijken. Even verder geluld. Even Minecraft zie ik. Dat stuk heb ik al gemaakt. Dan moet ik hier nog een muur maken. En dan moet hier sowieso moet ik nog wat ook goed maken. Ja. Dat moet ik sowieso nog doen. Even kijken. Heb ik nog ook goed hierin? Want anders ga ik gewoon die andere kant cycle eerst maken. Nee, ik ga eerst die cycle even maken, zie ik. Even kijken. Heb ik genoeg hout? Die zeg, heb ik een hele boom staan te hakken. En dan kom ik alweer hout tekort voor dit stuk. Dat is toch niet normaal? Er gaat aardig wat hout in, man. Ja, ik heb tegenwoordig heb ik echt een combinatie met oakwood en spruce wood. Oakwood voor de frame, zeg maar. En dan spruce wood als dak en als vloer meestal. Maar ja, dit is een koeienstel. Dus het wordt sowieso... ja, het is nou gras. Dat ga ik binnenkort even veranderen. Dat het even dirt blijft. Want ja, kom op, man. Het is een koeienstel. Het is een zwijnenstal, is het niet. Maar een koeienstel. Oh, zo te zien heb ik ook honger. Nou, ga ik maar even eten. Tja, een hapje eten. Lekker hoor. Ja, zeker lekker. Ik zit erover na te denken om sowieso de volgende deel even, misschien even met Roel op te nemen, als hij zin heeft, als hij deze video kijkt. Ik ga misschien even, laat hij even zijn projecten even zien, want hij heeft er echt een awesome iets gebouwd, helemaal van kwart, zeg maar. Misschien is het wel even tof om dat een keer in een deel te doen, als hij zin heeft natuurlijk, hè. Binnenkort ga ik ook eens een keer wat opnemen met Aurorion, dat is Jedi, die is ook een pro-bouwer. En misschien moet ik daar binnenkort ook maar eens een keer wat mee opnemen. Ja, why not, man. Die zit ook op deze server, dus ja. Why not? En dan heb ik natuurlijk weer spruce wood nodig en... Oh, mensen. Er zit wat werk, hè. Survivalen. Dan vind ik creative bouwen vind ik altijd wel leuk. En natuurlijk, je hebt alle resources, maar survival het is meer een uitdaging, weet je wel. Je kan niet vliegen en zo en... Ja, zoiets. Maar weet je wat ik doe? Ik ga gewoon even... spruce wood planks. Ga ik sowieso pakken. Dan moet ik even een klein trapje maken. Hup. Want we moeten omhoog. Want dan kunnen we hier mooi verder. Even kijken, ik denk dat ik hier niet verder mee kom. Denk ik niet. Met, hoeveel is het? 102. Nee, heel lang niet. Maar dan maakt het wel uit, want dan klimmen we gewoon omhoog. Hup, hup. En doe eerst dit even. In ieder geval hoe groot die moet worden. Zo, en daar bovenop. En dan beginnen we mooi aan deze kant. Ja. Ja, dit gaan we doen. Maar ja, zitten jullie toevallig al op de D&D server? Ik weet momenteel, je kan altijd whitelist kopen, dat kan allemaal via de dagelijks hd.bycraft.com.nl, als ik het uit mijn hoofd weet. Denk ik, kan je altijd op, kan je whitelist kopen. Het is een aanrader, het is een leuke server, leuke mensen online. Strenge mensen online natuurlijk, de mod supports zijn allemaal streng. Natuurlijk als je grief krijg je een ban. Het is niet zo dat je gelijk een... Als je online komt en je wordt zeg maar gewaarschuwd, je krijgt automatisch eerst een kick, dan krijg je een waarschuwing. Luister je bijvoorbeeld, die krijg je een ban van nu bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, hangt er vanaf de doek wat je gedaan hebt. Als je echt overal random bij iemand in huis bijvoorbeeld allemaal blokken plaatst en je haalt het niet weg en dat soort dingen, krijg je gewoon een ban. Doe dat niet, kom op. Mensen. Het is niks erger dan iemand die grieft. Het is gewoon zielig. Mijn mening, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat de meeste, ik denk dat allemaal kijkers ermee eens zijn. Waarom moet je nou grieven? Kom op. Wat voor nut heeft er bijvoorbeeld om een whitelist van het is 5 euro te kopen en dan ga je op deze server grieven. Kom op, dat is toch geld voor gooierij. Geef dan die geld, doneer het dan aan DHD van alsjeblieft. Het is een toffe server, is het sowieso. En ja, veel plezier ermee. Dan in plaats van dat je erop komt, andere mensen zijn bouwwerk kapot maken. Het kan altijd gerolbekt worden, maar toch. Het gaat om het principe.
Mijn mening. Ja, ik zeg vandaag ook alweer vaak mijn mening. Maar ja, het is gewoon zo. Het is tegenwoordig een woordje voor mij, mijn mening. Ja, mijn mening. Dan zeg ik het alweer. Heel vreemd, maar dan maakt het wel uit. Nou zie ik dat mijn spruce bijna op is. Zo. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik deze aflevering ook met Jerry ging doen. Maar die was helaas niet online. Ik denk dat met hem wat sowieso binnenkort wat gebouwen. Want hij is bezig gebouwen. Dat ik binnenkort sowieso wat met hem ga bouwen. Want ja, dus we willen sowieso met de ondergrond. We willen nog steeds bezig. Heb ik ook al vaker gezegd. Ja, weet ik. Maar ja, dus er zijn ook prioriteiten. Ik wil eerst even echt zorgen dat alles optimaal is. Dus de dieren persoonlijk is. Schapen, kippen, alles. Weet je wel. Genoeg voedsel hebben. Eén klap door kunnen werken. What the fuck? What the fuck? Huh? Zagen jullie dat ook? What the fuck? Oh, daar hebben we over spoken gesproken. Het is lol. Lol. Ben aan het opnemen. Oh ja, what the fuck. Ik had het kunnen weten. Ja, dat is echt voor lol. Nou ja, die helpt me heel graag. Die is heel behulpzaam. Heb je hem nodig? Kanalen hulp gebruiken. Nee, is echt behulpzaam. Heb je echt wat nodig of zo op de server? Vraag hem even. Echt, het is een toffe gast. Kun je goed gesprek mee hebben en alles, dat komt goed. Maar ik denk, ik ga nog even een klein rondtoertje doen. Ik ga nog even laten zien waar Jerry zijn huis bouwt. En dan heb ik het ook weer genoeg voor deze deel. Dan gaan we de volgende keer weer verder. Ik zeg alvast, vergeet niet het blauwe duimpje te abonneren op Gonzi Games. En ja, wow. Kanagen, deze boom heb ik vandaag geplant. Misschien hoe hoog die worden. Nice. Hier is Jerry bezig met zijn huisje. Misschien ga ik met het volgende deel of zo hem even helpen met zijn huisje. Dat lijkt me wel grappig. Nou ja, volgende deel ga ik waarschijnlijk eerst weer met Roel doen. En misschien met Arorium. Ja, ik heb wel zijn naam al noemen. Ze is misschien wat bezig. Wat beter. Maar ja, voor nu zeg ik mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer op Gonzi Games. Volg me ook even op Twitter. Voor alle ins en outs. @GonziGames. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Vanaf nu zeg ik hier voor mensen. Later.